Oh, vandaag gaan we hem afmaken, hè? de buidel, de broddelbuidel. We hebben de eerste paar keer het buidel zelf gemaakt, de hoogte. Vorige keer hebben we de bodem gemaakt. En nu gaan we hem afwerken. Nou, dat doen we heel simpel: we maken uh, een randje bovenop met uh, gaatjes, waardoor je een koordje kunt maken. Ik laat zo ook even een manier zien. Waarop je een koordje kunt maken. Ik vond dat wel leuk om te laten zien. En uh, dan is die af. Klaar voor gebruik. Nogmaals, wil je hem gebruiken voor werk waar ook een haaknaald in opgeborgen moet worden, dan zou ik hem wel eventjes voeren. Want anders gaat je haakje natuurlijk steeds erin. Maar als het bijvoorbeeld voor bolletjes wil of zo, of, uh, dan kan je het natuurlijk zo laten. Nou. We gaan hier bovenop uh, een randje haken waar een trekkoordje doorheen kan. Kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. Ik laat wat zien met een steek die jullie misschien ook nog niet kennen. Ik heb hier de begindraadjes. En uh, ja, je kan natuurlijk gewoon over die staart heen haken. Maar voordat ik dat doe, wat ik altijd doe, want dan is het heel stevig. Ik uh, neem een begindraadje en ik pak van de veetjes van die vaste steek ik door het achterste lusje en ik haal daar mijn draad doorheen en dat doe ik een steek of 7. dus ik haal hem naar achter ik steek door de dit is het veetje ik steek door de achterste lus van het veetje en ik haal mijn draad daar door nou 2 3 4 5. 6. 7. Dat is voor dit soort garen voldoende. Heb je nou heel glad garen? Kan je wat meer uh, steekjes doen? Als ik hier nou overheen haak, dan heb ik eigenlijk over het staartje heen gehaakt. Maar omdat dat staartje door die lusjes is geslingerd, is het nog eens extra uh, stevig. Dat gaat niet meer los. Dus als ik nou klaar ben met haken, dan kan ik later gewoon dit draadje gewoon kort afknippen. Dat zit echt als een huis. En je kunt dat zelfs, kijk want je ziet daar bijna niks van. Om, hè, dit is dan dezelfde kleur, dus dat zie je sowieso bijna eigenlijk niet. En als je nou bijvoorbeeld, dat kan zelfs bij steken met gaatjes of bijvoorbeeld grannies. Als je de volgende toer hè, in de, in de of als, als je de, je afhechtdraadje dezelfde kleur heeft... Dan kan je zelfs gewoon met granny's of met steken met gaatjes, want je ziet het niet. Dus dat is, ik vind dat een perfecte manier van draadjes wegwerken, want wegnaaien doe ik zelden. Oh ja, of het moet natuurlijk je allerlaatste draadjes zijn. Deze die ga ik de andere kant op doen. Dan steek ik van achter naar voor door het achterste lusje heen en ik haal um, de draad van voor naar achter er doorheen. Want ik ga nu de andere kant op, dus die steek zit ook andersom. Dus ik steek, ik heb hier het veetje, hier zit het veetje, achterste lusje, ik steek van achter naar voor, pak mijn draad op en ik trek hem er door. Ook dat doe ik een keer of zeven. Dat zie je natuurlijk wel een klein beetje, omdat dit een andere kleurdraad is. Maar er gaat een uh, randje vaste overheen en dan zie je dat. Niet meer, want dan is het weggewerkt. Dus ik doe dit even een stukje die kant op. Het geeft ook nauwelijks meer dikte. Omdat eigenlijk die draad tussen je steken komt. Dus het geeft ook niet echt meer dikte. En als je daar overheen haakt, dan zie je daar helemaal niks van. En je hebt het echt heel stevig weggewerkt. Nou, ik heb ze niet geteld. Maar uh, dit is zo wel oké. Okay. Zie je, die kan ik alvast. Uh, ik begin gewoon in mijn eerste steek van mijn ronde. Ik ga hem strakjes hier sluiten. Steek nu gewoon door beide veetjes heen. En ik haal mijn draad op. Je kan het ook doen met een beginlus of net wat jij gewend bent. Dat doe je op jouw manier. Ik doe het even zo en ik trek hem even vast. Nou, ik maak in diezelfde steek. Waar ik heb aangehecht ook mijn eerste vaste. En nu haak ik rondom een randje vaste. Maar ook dit begin, dit raadje, slinger ik weer even er doorheen. Gewoon een aantal keer. Dan wordt het wel ietsje dikker, maar als het daar overheen gehaakt is, zie je dat niet meer. Nou, zo. Dit leg ik naar achter. Daar haak ik gewoon overheen. En ik haak gewoon rondom een randje vaste. Gewoon door die beginlossen heen. Nou, vaste haken. Dat kan iedereen wel. Dus. Als ik nou bij, hier een beetje bij het einde ben, dan kom ik weer eventjes terug. Nou, ik ben nu bijna rond. Ik heb die uh, draadjes die nog uitstaken, die heb ik uh, afgeknipt. Die gaan we in mijn prullen voor een nieuwe signaladebal. En ik moet nog één, twee steken. Kijk, maar hier zit mijn eerste steek. En ik heb hier nog eentje over. En deze nog over. Dus daar maak ik nog even vaste in. Hier moet ik even kijken dan moet ik denk ik de lus hebben... ja... pak ik gewoon de lus van het eerste um, tunische steekje en ik sluit met een halve vaste in de eerste vaste... zo... nu um, gaan we een randje maken waar een koordje doorheen kan... dat kan je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen... Het moet wel wat hoogte hebben, dus ik zou zeggen uh, maak stokjes. Nou, je kan bijvoorbeeld uh, een stokje, een losse, en dan een, uh, weer een stokje, een losse. Je kan ook twee en dan een steek overslaan. Je kan ook twee stokjes en een losse, en dan een steek overslaan en weer twee stokjes en een losse. Ik ga jullie nu een manier laten zien die ik er heel leuk uit vind zien en waarbij je mooie uh, speeltjes krijgt. Die er leuk uitzien en net even wat steviger zijn. We maken twee stokjes aan elkaar vast. Misschien kennen jullie de steek al. Want ik heb hem wel eens vaker ook voorbij zien komen. Maar zo niet, dan laat ik hem even zien. Um, dit is mijn eerste uh, steek. En hier zit mijn uh, lus. En ik begin in plaats van het eerste stokje even met drie lossen. 1, 2, 3. Normaal gesproken. Nu nou wil ik hier een stokje in maken. Normaal gesproken sla je om en je maakt een stokje. In plaats van omslaan, steek ik nu in de tweede losse van mijn losse kettingje. Dat is dus mijn tweede lus op mijn haaknaald. En dan steek ik in de steek ernaast de vaste ernaast. En ik haal mijn draad op. En nu kan ik hem afhaken alsof het een stokje is. Nu zie je het nog niet zo goed, maar ik haak een losse. Ik sla deze vaste over. Daar komt het gaatje. En ik ga in deze een stokje haken. Dus ik sla om. De eerstvolgende vaste sla ik over. Ik steek in in de tweede vaste vanaf mijn naald. En ik haak een gewoon stokje. En dat tweede stokje. Uh, voor degene die Miranda uh, volgt, het lijkt een beetje op die uh, stapelstokjes van Miranda. Alleen die zijn nog hoger, maar het principe is een beetje hetzelfde. Je ziet hier, hè, hier komt je lus uit. Daar zie je twee uh, lusjes tegen elkaar zitten waar je draad doorheen komt hier. En die daaronder, die pak je. Dus eigenlijk het midden van je stokje. Dit is de bovenkant van je stokje. Bovenkant. Onderkant en dan dat steekje wat schuim loopt. Die pak je. Zit een beetje in het midden van je stokje. Dit schuine streepje. Die pak je op met je naald. Dus daar steek ik doorheen. En dan steek ik door de volgende lege vaste. Hier had ik al een steek. Dus dat is deze ernaast. Ik haal mijn draad op. En ik haak hem af als een gewoon stokje. Wat ik nou vergeten ben, hier is een losse. moet nog een losse tussen. Heb ik dat wel gedaan? Heb ik wel gedaan. En nu krijg je dus een, ja, een soort blokje van twee stokjes die aan elkaar vastzitten in het midden. Ik vind dat er leuk uitzien. En het is ook wat uh, minder gaterig, wat steviger. Want er gaat natuurlijk een koordje ook doorheen waar je de hele tijd aan trekt. Dus ik doe nog een keer voor. Ik maak weer een losse. Ik sla de volgende vaste over. En in de vaste daarna maak ik een gewoon stokje. Dan steek ik in, dan kijk ik even, die bovenste twee lusjes, daar zit mijn draad doorheen. Dus die daaronder die pak ik op, dat schuine streepje. Die pak ik op. En ik steek in de volgende vaste in en haal mijn draad op. En nu kan ik mijn stokje afmaken. En ik doe weer een losse. En zo ziet dat er dan uit. Het is net even steviger en ik vind het wel een leuk effect. Nou, dat doe je helemaal rondom. Het kan zijn dat je misschien niet helemaal uitkomt. Um, je mag natuurlijk gewoon smokkelen. Hè? En zeker daar komen nog draadjes doorheen of koortjes doorheen. Dat zie je niks van. Dus dat doen we gewoon. Hè? Dus ik heb weer een losse gehaakt. Ik haak eerst weer... Een gewoon stokje. Ik sla een vaste over. En in de vaste daarna maak ik een stokje. Ik steek in in dat schuine streepje. En ik steek in in de vaste daarnaast. Ik haal mijn lus op. En ik haak hem als een gewoon stokje af. En weer een losse. En dan weer zo'n volgende. En zo ga ik helemaal rondom. Vind je dit nou moeilijk? Of denk je nou dat vind ik geprut. Ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Doe het natuurlijk vooral op je eigen manier, hè? Tot jouw buideltje. Dus als jij iets anders weet wat je ook leuk vindt. Of misschien nog wel mooier dan dit. Doe dat natuurlijk vooral. Als je maar rondom een rand krijgt met gaatjes waar een koortje door waar twee koordjes doorheen passen. Ja? Nou, ik ga nog even verder tot ik zo'n beetje rond ben. En dan kom ik weer terug. Nou ik ben bijna rond en bij mij gaat die uitkomen en dat is ook wel logisch natuurlijk want het steken aantal is een uh, meer een veelvoud van 6 en dit uh, wat je steeds herhaalt hè, dus die twee zeg maar uh, ja aan elkaar gehaakte stokjes met een losse ertussen is een veelvoud van 3 dus dat moet uitkomen en dat klopt ook dus ik heb nu mijn losse gehaakt en nu maak ik mijn laatste uh, stokjes tweeling noem ik het maar even, dus een stokje in het pootje en het tweede en een losse en deze sla ik over en dit was mijn eerste steek, dus daar steek ik dan nu weer in in de derde losse die je als begin stokje had gemaakt. Je ziet een beetje strak, zie ik. Dit zou moeten zijn. Dan zat het als de camera erop staat. He, dan gaat het altijd lastiger. Maar ik heb hem. En ik sluit weer met een. Al vasten als ik mijn naald er doorheen krijg... nou wat zit dat nou strak... goed die drie begin lossen, dus goed los haken... <laughs> even om de beurt... zo... nou lukt het wel... zo... en nu eh, haak ik gewoon nog een randje vaste... dus ik breng mijn draad even omhoog... ik steek in dezelfde steek in... dat is mijn eerste vaste tweede vaste en dat in het tweelingstokje haak je twee vaste en in het gaatje haak je je derde vaste. Dus één vaste in de eerste helft van het tweelingstokje, een vaste in de tweede helft van het tweelingstokje en een vaste in het gaatje. En zo haak je weer Helemaal rondom. Dan zie ik je als ik weer rond ben, weer terug. Nou, ik ben weer rond. Ik heb nog niet gesloten. En je ziet wel dat dat hoogteverschil, wat je dus nu hier hebt, hè, dat is eigenlijk alweer weg door dat randje. Zeker als daar straks een koordje doorheen loopt, zit in elkaar, zie je dat helemaal niet meer. En um, wat nu ook is gebeurd, want is haakwerk, dat heb je wel gemerkt. Dat heeft de neiging om heel erg om te krullen. En dat deed het bij mij ook. Maar zodra dat randje erop zit, is dat weg. Um, ja, Ik vind het zelf wel leuk, omdat uh, je kan hem zo laten. Um, je kan er ook nog een, uh, een, nog een randje omheen of een randje kreef te steken. Dat is gewoon vaste, maar dan de andere kant op kan je ook nog doen. Dan kan je in één kleur doen. Je kan de andere kleur nog even terug laten komen. Uh, ik laat het hierbij. Het zijn een beetje strakke blokjes, dus de bovenkant mag ook wel gewoon een beetje zonder toeters en bellen. Dus ik sluit nu mijn toer met een halve vaste. En um, ik trek mijn draad door. Die haal ik naar achter. En die moet ik natuurlijk wel nog even wegwerken. Dat ga ik zo even doen. En dan laat ik zo meteen zien. Um, want dan gaan we de koordjes even maken die hier doorheen komen. Nou, het randje is nog af. En nu gaan we twee koordjes maken. waarmee je hem dicht kunt doen. En natuurlijk weer open. En zo, uh, die twee koordjes, uh, die worden er doorheen geregen. En uh, je doet daar een knoopje in dat het er niet uit kan schieten. Eentje die kant op en eentje die kant op. Zo hebben we rondom. En elk koordje moet een klein beetje langer zijn. Um, dan je breedte van je buidel en dan dubbel. Dus je moet in dit geval, als ik nou zou meten, dan zou je koordje ongeveer zo moeten vallen. Want het gaat natuurlijk helemaal rond onder doorheen. Zo. Ongeveer dit. Nou, je legt er nog een knoopje in, dus daar heb je wat ruimte voor nodig. Dus zoiets. Nou, dat meet je dan op, hè? keer twee. En dan nog een keer, keer twee. Want je maakt twee koordjes. Dus je moet hè, vier keer een rondje kunnen maken. Zeg maar, van dat koord. Want we maken gewoon één lang koord en later knippen we dat door. Dat is wel zo makkelijk. Um, maak het nou niet te lang dat als die open is, dat het nog een heel eind uitsteekt. Want als die dicht zit, dan krijg je hele lange koortjes. Dat is niet zo uh, praktisch. Je kan zo'n koordje maken op je eigen manier natuurlijk. Je kan uh, gewoon een koordje haken, je kan vingerhaken, haken, um, nou, met een breivork, noem het maar op, kan allemaal. Maar ik had een leuk uh, steekje, uh, dat kende ik al, van één kleur met een lange draad, waarbij je um, een lus maakt en je laat een flink draad uithangen en dan ga je, je hangt het over je vingers en dan pak je steeds een van de twee draden op. En ik ben daarmee gaan experimenteren om dat met twee kleuren te doen. En dat leverde een heel leuk koordje op. En dat wilde ik jullie eens laten zien. Nou, ik leg deze even weg. Ik meet het nooit uit hoor, in centimeters. Ik hou het altijd gewoon erbij. En als ik denk dat die lang genoeg is, is dat oké. Okay. Um, ik heb hier, ik vind het leuk om een, een koordje te maken in twee kleurtjes. En ik neem mijn twee draadjes bij elkaar. En ik maak daar een lus in. Net alsof je gaat haken. Dus zo. Draad eindje laten hangen voor uh, ja, wat je eventueel nog weg uh, kunt werken. Ik pak mijn haaknaald. En ik doe hem in de lus. Nu heb ik hier die twee draadjes. Ik doe daar mijn wijsvinger tussen. Zodat één draadje naar me toe over mijn wijsvinger zit en één draadje zit van me af over mijn wijsvinger. Zit er gewoon zo overheen. Nu ga ik met mijn haaknaald, pak ik het eh, draadje wat tussen mijn duim en mijn wijsvinger zit, pak ik op naar me toe waar, waar ik de haaknaald naar me toe beweeg op deze manier. Dus ik ga er zo naar me toe onderdoor. Dan Pak ik mijn andere draadje die aan de andere kant over mijn vinger heen zit. En die pak ik op zoals je ook zou haken. En die haal ik er door alle lussen heen. Nu heb ik één steek gemaakt. Dus ik heb twee draadjes. Eentje naar me toe en eentje van me af over mijn wijsvinger. Ik pak het draadje wat dicht bij me zit, pak ik op door de haak naar me toe te bewegen. En de tweede pak ik op door hem van me af onder de draad te steken, zoals je ook zou haken. En ik haal door allebei de lusjes. Dus naar me toe, van me af en doorhalen. Naar me toe, van me af en doorhalen. Naar me toe, van me af en doorhalen. En dan zie je dat er een koordje gaat ontstaan, met twee kleuren, hier veetjes in het rood in dit geval, en ja, een soort van ribbeltje steek waarbij die kleurtjes gemengd zijn. Nu zul je merken dat als je dit doet, dat de ene draad, en volgens mij is dat de, ja, de rode die het vest van je af ligt, dat neemt meer draad dan het draadje wat naar je toe. Zit. Dus als je twee draadjes tegelijk hebt, dan zal je zien dat je ene draad sneller opgaat dan je ander. Maakt op zich niet uit als je dat weet. En toen dacht ik van, nou, ik wil het een beetje gelijk op. Wat zou je nou van kleur kunnen wisselen? En dat kan. En dat is heel leuk. Ik heb nu, uh, nou, ik heb, dit is het eerste dubbele steekje. Dan heb ik 2, 6, 8. Ik heb 10 steken gemaakt. Dan ga ik van kleur wisselen. Heel simpel ik draai mijn draadjes om en ik doe mijn vinger er weer tussen zodat nu de rode draad het dichtste bij zit en de grijze van me af en dan verder doe ik precies hetzelfde dus ik haal naar me toe draadje op van me af het draadje wat over mijn wijsvinger zit en doorhalen naar me toe van me af en doorhalen en zo maak ik steeds 10 steken 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nu wissel ik weer van kleur. Dus ik draai, ik draai, ik kan ook mijn vinger aan de onderkant erin steken en draaien. Nu zit de grijze weer dichtbij. Naar me toe, van me af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nu wissel ik ze weer om. Kijk, en dan krijg je dus een ge ja. Met gekleurde streepje. Ik vond dat zo grappig. Nou, je zou ook eens kunnen kijken: dat je per steek wisselt van kleur, of om de twee steken, of net wat jij leuk vindt. Ik vond het wel grappig zo. Um, als je wat dunner garen hebt, dan kan het zijn dat het wat gaat draaien, geeft ook een leuk effect. Nou, ik ga nu net zo lang door um, tot ik uh, twee keer. Uh, helemaal er doorheen zou kunnen... plus nog een stuk extra. Um, nou ik ga het gewoon even meten... ik denk dat ik dat toch even... voor het gemak... dus mijn buideltje is zeg maar, 21 centimeter... nou dus keer 2... dan zit je aan 42... nog een keer, keer 2 84 centimeter... plus nog wat extra... ik hou het op ongeveer 90 centimeter. Ja, zoiets. Ongeveer een klein beetje extra kan nog. Ongeveer tot een meter, negen, tussen de 90 centimeter en een meter. Haak ik mijn koord en dan kom ik weer even terug. Nou, mijn koord is nu lang genoeg. En hoe hecht je dat nou af? Heel simpel. Ik knip he, een stukje mijn draadjes gewoon af. En ik haal ze allebei door die ene lus. Heel eenvoudig. Nou, en hoe groot is mijn koordje nou? Als ik hem twee keer dubbel vouw. Dan gaat hij nog ruim. En dan hou ik nog een beetje ruimte over hier. Ik zet mijn koffie even weg. Ik zoek even het midden op. Dat zit hier. En dan doe ik voor en na het midden leg ik even een knoopje erin. Nou, hier zit het midden zo ongeveer een paar millimeter verschil, maakt niet uit. Ik leg er een knoopje in. Zo aan de andere kant doe ik dat ook. Zo en tussen die twee knoopjes ik het door. Nou nu rijg ik ze er doorheen en ik doe dat gewoon ik begin hier bij mijn begin van de toer gewoon een op en neer ik ga gewoon om door elk gaatje heen tot ik weer uh, tot ik weer hier ben. Het kan zijn dat dat misschien niet helemaal uitkomt dan doe je aan Beide kanten gewoon eentje overslaan. Dat kan. Gewoon helemaal erdoorheen. doorheen. Stukje doortrekken. Nou, in dit geval komt hij uit. Maar stel dat ik nou hier uit zou komen, dan laat je dit gewoon open. Maar in dit geval komt hij uit. Nou, dat is één kant. En ik knoop ze gewoon even aan elkaar. Dat kan je ook op allerlei verschillende manieren doen. Uh, je kan zoals ik hier doe, gewoon met een knoop erin. Je kan er een lekkere dikke kraal aan rijgen. Als je dit niet zo mooi vindt, dan kan je ook zeggen: Ik haak een lapje. En ik vouw dat dubbel. En daar, dat naai ik hier overheen. Kan ook nog, wat je wil. Nu moet ik precies er tegenover, moet die andere erin. Nou, dit is de ene kant. Dus nu moet ik hier beginnen voor de overkant. En dat koordje, dat rijg ik ook op dezelfde manier. Ik begin nu hier. Dit is de overkant van die. Dus ik rijg het er. Doorheen. Even kijken of dit uitkomt. Nee, ik moet natuurlijk hier beginnen zo. En uh, nee. Even kijken of dat. Want ik doe ze altijd gelijk erdoor. Je moet dus niet. Als, die, als de ene koordje hier overheen, over zo'n spijltje heen zit, moet dat tweede koordje ook over het spijltje heen zitten. Want anders trekt het niet lekker open en dicht. Dus ik kijk even zo, controleer ik nog even of ik wel in het, in het midden aan de overkant zit. Ik krijg hem eerst gewoon een paar keer er doorheen. Tot ik bijna rond ben en dan zoek ik opnieuw even het midden op. Je kunt natuurlijk dat is veel makkelijker eigenlijk. Die speltjes even tellen. Even kijken, want ik denk, nu moet ik even zien, hier zit de ene kant, dus als ik dat netjes op elkaar leg, ja, ik moet deze nog een keertje, even kijken, nee, zo komt, hij komt net niet helemaal uit denk ik, dan doe ik toch de andere, kijken of dat beter is, maakt niet zoveel uit hoor ja nu zitten ze... nee ook niet... niet helemaal... maar dat maakt niet uit want dat zie je eigenlijk niet... ja dus nu zitten ze tegenover elkaar... je ja, uiteindjes... nou ook hier leg ik weer een knoop in... je kan het ook heel netjes doen door het een stukje... gewoon die uh, koordjes een stukje aan elkaar te naaien... maar ik werk eigenlijk liever de knoop weg... En je kan het ook gewoon zo laten hoor. Even kijken of hij het doet. Dicht. En open. Ja, kijk. En daarom wil ik ze niet al te lang hebben. Dat als je hem dicht hebt, dat je dan niet van die enorme lange uh, slierten hebt. Nou, hij is in principe nu klaar. Of hij is klaar nu en bruikbaar. Als je wil, zou je dit nog kunnen afwerken. Ik heb dat bijvoorbeeld met bij deze buidel gedaan. Daar heb ik uh, de koordjes. Daar heb ik gewoon een lapje, een rechthoekig lapje even gehaakt. Heb ik dubbel gevouwen. En gewoon even vastgenaaid. En hier even de draadjes bij elkaar getrokken. Zodat je een, uh, een dingetje eraan hebt zitten. Dat kan. Je kan ook uh, eerst een hele een lekkere dikke houten kraal met een groot gat. Dat je ze daar doorheen, uh, de koordjes doorheen doet. En dan een, uh, of eerst een knoper in. Dan de koordjes door een dikke kraal uh, rijgen Moet wel met een groot gat zijn. En dan weer een knoper in. En dan heb je een kraal als handvat. Dat kan dus ook. Wat je wil. Ik laat hem even gewoon zo. Want ik vind hem, uh, ik vind hem oké okay, zo. Nou, lekkere grote buidel. waar best veel in kan... en dat is dus... nou je begrijpt wel uh, dat hoe fijner je wol is hoe kleiner zo'n buideltje wordt hè, bij dit steken aantal... dus bijvoorbeeld met uh, ja met met dunner garen dan krijg je een kleiner buideltje dus je moet dat even per garen soort kijken... eerst bedenken van waar wil je die buidel voor gebruiken en, uh, nou, dan kijk je welk garen je wil gebruiken. En ja, dan moet je gewoon even een beetje ongeveer kijken hoeveel steken je dan moet doen in het rond. Nou, de buidel dus helemaal klaar. Um, ja, ik hoop dat je het leuk vond om, uh, om te zien. En ja, um, ik zou het heel leuk vinden als je, hem, als je een poging waagt. Nou, we hebben nu dus echt een beetje de. Ja de basis en een paar variatiesteken steken gemaakt van Tunis haken in het rond en um, nu je met name deze steken kent die ribbeltjes en dat gladde daar kun je hele leuke dingen mee doen want je kunt daarmee ook ja, een soort van tekeningetjes of patroontjes mee inhaken en um, nou ik heb me bedacht dat uh, volgende week want je, we hebben nu van boven naar beneden gehaakt hè, en dan geminderd voor de bodem maar zo'n zeshoekige bodem kan je ook in het midden starten en dan naar buiten toe haken. Voordeel daarvan is dat je ja, wat makkelijker kunt inschatten hoe groot het wordt. Dan kan je wat makkelijker. Kijk, als je begint zo, ja, dan moet het in één keer de goede grootte zijn. Hè? Anders dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen als die kleiner of groter moet. Terwijl als je met de bodem begint. Dan heb je natuurlijk dat je uh, gewoon kunt kijken: van, oh, ik doe er nog een randje bij. Of misschien nog twee. of Dus toch wat makkelijker. Je kan vanuit het midden ook naar de rand toe een zeshoek maken. Dat wilde ik volgende week even laten zien. En dan laat ik ook zien: ik ben nu met een klein buideltje van sokkenwol bezig. Het is een beetje te klein om dat om te demonstreren. Want dan krijg ik dat niet goed in beeld. Want dat is natuurlijk heel dun garen. Maar. Dan kan ik wel laten zien wat er leuke dingen je met deze twee steken kunt doen. En ik dacht, uh, ik ben daar nog mee bezig. Dus ik laat het volgende week zien. Dan is die helemaal klaar. En dan kan ik jullie ook wat foto's kan ik dan invoegen van de telpatroontjes die ik gebruikt heb. Zodat je daar even een screenshot van wil maken. Stel dat je ze wil gebruiken. Dan kan je daar eventjes een uh, schermfoto van maken. En uh, nou, dan kan je dus echt ja een soort van tekeningetjes gaan inhaken... dat is natuurlijk hartstikke leuk... dus um, nou hou mijn kanaal in de gaten... mocht je meegedaan hebben uh, en hè, het laatste stukje nu doen... Uh, heel veel plezier ermee... en um, ja ik zou het leuk vinden... de link naar de Facebookgroep staat ook hè, in de beschrijving onder deze video... Um, als je al lid bent van de Facebook groep... Um, Maak dan even een foto van je buidel als je hem gemaakt hebt en zet die even op de Facebookgroep. Dat zou ik heel leuk vinden. Um, en ben je nog geen lid van de Facebookgroep? Word dan even lid. Dat is leuk. En dan kan je foto's plaatsen en dan kan je ook uh, kijken wat anderen maken. Nou, nogmaals, veel plezier en uh, nou hopelijk tot volgende week. Dan bedankt voor het kijken. Doeg.